allemaal welkom, ondanks het heel warme weer en de andere activiteiten die er voor de Belgen nog op het programma staan. Tolbekant, bedankt voor jullie zeer talrijke opkomst alweer. Het blijkt nog altijd een geweldige succesformule te zijn, onze zomerwandelingen. Ik ga Marcel niet voorstellen, want je kent je. Ik ga ook over het thema niet zeggen, want dat is een beetje improviseer. Dus ik geef hem graag het woord. Dank u. Op mijn beurt. Allemaal welkom. Ik ben echt verbaasd zoveel mensen te zien weten dat het 28 graden wordt. En dan heb ik nog niks verteld, hè. En dat dan de voetbal speelt. Maar daarom ben ik van overtuigd. Ik zal op zijn mechel zeggen dat er maar een kapperonematch is. Is morgen een kapperonematch. Ken je dat niet? Nee. Ik heb straks van. Ja. Die is niet van mij. Ja, dat kan je niet aan doen. Dus als ze wij staan he, aan het stadhuis, dat zijn voor mij dierbare en duurbare herinneringen. Ik ben in 1957 aan de stad begonnen te werken. Ik had de volgende jaar in het privé daar heb ik gewerkt. En dan kwam ik aan de stad en ja, ik moest me aanmelden op stadhuis en veel vijven en zussen. En ik woonde op de Leufse Steen en ik kwam met mijn blok. Met een fiets, ik zit hier daar aan de doorsteek aan de poort waar nu de wc is. En hier zat een agent, de politie. En die agent die komt, of een agent. Een dikke agent, niet geloven in de mieten. Die zegt tegen mij, jongen, want ik was toch nog een jong manneke, ik zie er nog wel een jongen. Die zegt tegen mij, jongen, uw fiets mag hier niet staan, want hier komt zelfs de burgemeester en de stadssecretaris en de schepen voor mij. Ik zeg, meneer, dat is geen erg, ik zal hem goed op slot doen. Nee, dat is introductie van mijn kennismaking met de stad. Mijn kennismaking is wel wat ouder, omdat ik kom wel van de Leufse Steen weg, maar mijn familie woonde in het centrum van de stad. Ik wil dat wat uitleggen, dat je weet, komt iemand van de Leufse Steen weg in de stad. Mijn zuster heeft jaren in Schouwbeigerstraatje gewoond. Iedereen kent dat? Ja. Wie kent dat niet? De Schaalstraat. Daar woonde vroeger de stadsschouwvader, Kruiters, Stadsschouwweger. Ik had een tante die woonde in de Langeneestraat, waar ik trouwens na de bombardementen een jaar woonde. Een andere tante woonde in de Milsestraat. Een andere tante Marie woonde van Bouwen in Nadegemstraat, dus mijn familie was eigenlijk centrum. Mijn ouders eigenlijk, want centrum ik niet gesprek in dat centrum eigenlijk. En mijn herinneringen als kind kom, 6-7 jaar, die gaan terug naar die grote markt. En dan herinner ik me nog Margaretha die daar stond, en de politie. En daar op de ton naar de verkeerde. En dan zat ik in de taxkoop Kleutertuin. En dan moesten we liedje leren. De verkeersagent is een leuke vent. Zo. Een verkeersagent doet zo. Dat was iets dat ik geleerd had. En dat zag ik toen hier in de nacht. Ik heb nooit geen agent willen worden. Ah ja, kom dat ter zake. Dus dat zijn mijn herinneringen uit mijn jeugd. Nadien leer ik veel meer kennen. Ik kwam op die markt dat vuurwerk zien de 21ste juli. Met mijn ouders, maar vooral met mijn vader. Dat omgang, want iedereen zegt er omgang, maar op de vijf en die jaren uit. Maar dat was niet waar. Dan omgang. Niet cavalcade, maar nog maar een klein stuk ging vroeger uit met de opening van Mechelen Kermis. Maar die nog man die stond in de rechtshof daar van de magazijn, daar weet dat dat brengt en dat maar niet daar. En die kwam toen en die deed een druk rond de markt en die ging binnen. En met die reuze, de grootvader, die toen ook.
gewone reuze. En ik ging met mijn vader zien, dat is een van mijn eerste herinneringen, kort na de oorlog. Dus ik ging nog in juli 1945 van het raam uit Café de Rijzer. Dat is Jos van Aarden toch. Dat waren we. Mijn vader was de lid van diverse verenigingen en denkelijk was die er aan het bestuur had meegenomen. En die grootvader Reus kwam voorbij. Wel, die kop van grootvader Reus kwam voor een feest te vergeten. En uit het bovenste raam, dat is dat thuis hier langs de markt, daar zat Kopje nog tegen. Niet te nachten, maar Kopje is opgegroeid. En die groeit chique uit. En dan was het. Dat stroopjes kennen ze. Maar dit soort is niet. En dan herinner ik mij ook, en mijn vader dronk een pintje en dan vuilde me dan naar het bos ging. Roeien achter de vrouw, roeien. Dat was geen paniek. Gingen mee pissen. Pissen. En dan was er een keer. Niet worden en moorden plegen. En
dat werd er uitgeslagen. Dus die knap, die opleidt vast van de linkerhand, die leren uit die onderwijzer bleef naast mij staan met een lap of een leger of een kneukelstrook op mijn hand. Want die kneukelde ook nog, hè, want hij is mijn erg. Vol kneukelen, ja, weet dat. Dat was die verloofloos. Niet kneukelen, maar eruit slagen. Hè. Dus kneukelen. En ik moet zeggen, meester Bakker heeft dat eruit geslagen, rechts geschraven, met vreselijke hanenpoten. Want er gebeurde nog iets, wat er ook intussen was 41, 42, we leerden op papier schrijven. En dat was correspondentie, griezel, ik kan het denken. Oorlogsgraafpapier, kun je dat niet denken? Het slechtste wc-papier was bij alles beter dan oorlogsgraafpapier. Een stukje oud in, en ik dat sukkelen en dat spatten over dat blad op mijn vingerenvolle. En toen kregen we een bulletin. Wie heeft er vroeger nog een bulletin? Wie heeft dat er nog? Ik ben ook weer linkse. Ah, ja. Mijn zijn niet gekneukeld, maar ze met mijn linkerarm aan de bank vastgebonden. Ja. Met een breed lint. Hè. Ah, niet meer keten. Nee. Maar ik heb witte rechts leren schrijven. Ja, ja. Maar ik schrijf nog dat linkse? Ja, ik schrijf rechts in tussen. Maar dan schrijf ik eens vragen hoe leesbaar dat is. Maar kom, die schrijft. En dan, daar denk ik aan schoonschrift lezen, het slechtste dat we al drie of graag over schoonschrift. Nu, ik heb een dochter van vanaf 54 en een kleinzoon van 20. Van geen van de beiden kan ik geen handschrift lezen. Ik kan wel paleografie lezen uit de 16e, niet de schrift van mijn dochter. Dan moet ik met een apotheker betalen. Maar toch, we dwalen af. Dan hebben we hier een bekend en beroemd café. Van mij, hè. Dat is Bertorke Lambrecht. Dat deed Café Graskamp. Als ik een jonge mensen vraag, Bertorke Lambrecht, wie was dat? De meeste kun je niet antwoorden. De meeste jonge mensen hier zijn niet van mij. Heel voorzichtig uit te doen in de hand. Niet van Mechelen, komen van mijn wit. In Glasgow was toen een café die Glasgow heet op de Grote Markt Mechelen. Nee, met een verping en zo, maar Glasgow wil. Dat gaat terug tot 1947. Dan heeft de Europese ploeg, u hoort goed, de Europese selectie een voetbalwedstrijd gespeeld in Glasgow tegen Engeland. Niet tegen Groot-Brittannië, tegen Engeland. Want Engeland was toen maatgevend voor de voetbal. Later was dat meer Oostenrijk worden en nu is dat Spanje en Marokko. Toen was dat Engeland. De continentale ploeg heeft verloren toen met 7-3 of 7-4. Toen ging je naar de voetbal om voetbal te zien en golen te zien. En Lambrecht was de enige Belg die in die ploeg meespeelde. En toen mocht hij niet verwisselen. En dan speelde op het veld, die speelde een hele match. En ik herinner me nog een naam, maar was geen Belg van Rode of Belenstraat. Wie herinnert die zich dan? Ik weet niet of Vaas Wilkens erop waren, dat weet ik niet. Maar Al Belenstraat zeker. En in de goal had ik me goed herinneren. Wat op was, als ik 12 jaar toen, dat toch nog belde, David. Ik geloof een Fransman of een Portugees, dat laat ik je bidden. En in de voorlaan Ben Barrek. Dat was een Fransman van Zuid-Afrikaanse herkomst, de grote. Die kon zijn been op hoger heffen dan mijn 2 meter. En zo pak ik met een Peter, vertelde dat ook. Allee, ja, kom, dat was de broer. Daar. Dat café. En een andere beroemde man die in die jaren gewoond heeft, was wat nu de 30 vroeger de Royal, dat
wat biljarden Keulemans. Hij spreekt van een beroem. Hè. Ik heb, sommigen weten dat, ik heb jaren op het Festival van Vlaanderen gewerkt in Mechelen. En wat er ook tussendoor is, Japanners op bezoek. In het kader van een record te bepalen in Japan. Wel, van die muzikanten was er één of twee bij wat Engels kon. Die kende Keulemans, hè? Want die speelde tegen Kobayashi, hè? In Japan. Dus wie kende die? Keulemans. Ik heb ooit, als gids, jaren geleden, waren er Engelsen of zelfs Amerikanen, en ik vroeg wie kent je uit België? Dan werd je verbaasd dat er een man naar voren kwam. Dat was kardinaal Tessier, hè? En sommigen, Polar in Spanje. Nu ook vergeten, nog een paar herinneringen die ik heb voor de Carol kon, maar dat herinner ik me niet heel goed. Ik weet dat dat bestaan heeft, daar moet de nachtpomp bestaan hebben. Klopt dat, Jan? Dat is en dan onder de toren, aan de garage, stond ook een nachtpomp. Dat was een garage binnen. In het centrum van de stad, benzinepompen, daar kunnen we eens niet meer indenken. Je had de beruchte cafeetjes, dat is wat een Maria. En daar, in het paviljoen Bels, dat was een nog interessante huiskarriere. Maar zo dat ik me herinner, echt herinneringen, visuele herinneringen, dat is daar het haantje. Het haantje, jouw naam. Dat noemden wij het huis van de depeschendragers. Kies dat? De telegrambestellers. Dat werkte nou samen met de PTT, Posterij Telegraaf. En dat waren allemaal jonge gastjes. Die pas van de klok waren 14, 15 jaar met een fiets en een vlog. En als er een telegram binnenkwam, sprongen die op hun fiets en die gingen die weg doen. Rapste dit, veel rapper dan wat anders, toen kon dan op. En ik heb al verschillende gekend. Ik heb ook mensen die zo begonnen zijn en die opgewerkt hebben in de telegraaf of in de telefoon. En het liefst wat het die deden, verschiet niet toen, was zaterdag. Nu zouden we niet gaan voor dat jaar die staking voor, dat zaterdag niet werken. Waarom zouden we die zaterdag zo graag gewerkt? Allee, dat is makkelijk. De huwelijkstelegrams. Ja. Ah, niet alleen bij die telegrams, nee, hier, die waren. Die legers spraken onder elkaar af, want er kwamen dan 10, 12 telegrams van zorg voor de rest. Ze deden die niet tegelijk, weet je, zeg. Ga vier. En iedere keer kwam dan die depeschen dragen, die wilde telegram voor dat koppelen. Dan kregen die toen wel 15 frank. En zo verdienden die, in Mechelen zeggen ze, een slodder daar verdienen. Dat waren de depeschen dragen die daar waren. En dan aan de Café de Lazer, daar heb ik heel veel herinneringen aan. Ik kwam daar als kind, ik wilde zeggen als kind naar het café gaan, maar dat was met mijn broer of met mijn vader. Mijn broer verzamelde de postzegels, boven zat de arbeiders postzegels verzamelaars. Want alles was in de deur. Allee, ja. Ik had een goede post, een socialistische, een verenigde en een katholiek postzegels. De chique waren, de filatheliek die zaten in de bergen. Die waren de rijke mensen, daar waren arbeiders verzameld. Verzamelde afgestampt van de zegels. En ik verzamelde daar ook zegels. Dan kwam ik daar ook. En met mijn vader kwam ik dan met de voetbal opslaan. De Jos van Aarde, weet ik niet. En die had in de lokaal van achter zijn muur helemaal vol met een kast met kraan venstertjes. En daar kon hij de naam van de voetbalploegen insteken en kleurtjes. En dan werd er getelefoneerd zo rond. 5 euro, 6, al die voetballers waren. Er was ergens een man die decentraliseerde, die belde dat. Hij schreef die op en zijn zoon stond op het landertje en stak dat. Voetbalclub Mechelen, voetbalclub Leuven, graag.
Dit is in Mechelen tegen, zeg maar één, Leuventoon 3-1. En mijn vader is een pronostiek daar van de prior. Wie kent dat? Ja, de prior. En ik moet dat gewoon dan niet zinnen, maar kom. Dat was zo. En daar, en mijn vader die was geen beerdrinker. En ik durf het niet, maar ik wil u vertellen, ik weet niet of het daar geraakt dat ik de koude met vond. Wie heeft de lelijke nog geweest? Café de Lely. Koud, maar een stuk voor zekerheid in de straat. Nee, later is dat gewoon geworden, dat is toch comfortabel. En wij woonden na een oorlog een jaar met een verzak in de Langeristeren. En ver van de oorlog was er heel al druk van genoeg eten en de haven was vragen. En met een onkel Jaf die graag een pint roept, was geen een dronk aan. Graag een pint. Echt begraven in dat dood. Vergeet niet, een pint was toen een 33. En 25 die zitten ze op de luide cultuur gegroeid. Die ging daar een pint drinken, zondags morgens, die is al een week daarvoor laten scheiden, en dan een pintje drinken, en dat treest mijn tante, de Peter de Riese, maar zal ik het, wat van mij ben ik ook hebben gekregen. Nee, dat ben je niet. Het was tot die 10 jaar, maar ik moest dat kunnen. De vooruitzicht was dat ik later in een bouw ging drinken. Dan moet je ook weer trein zijn. En dan ging ik met mijn onkel Jeff. En dat was pilsel van de mond. En dat was nog te koud met een naasbrood. Ja. Die reden op die lading. En dat was het beste beer dat ik ooit gedronken heb. En wat probeer ik dat tussen nu overal in een café. Die smaak van die pilsel van dood. Het jonge dat nu gedaan heeft. Dus die kip aan die markt. Veel herinneringen, ik kan heel de kermis vertellen en dat mensen die dat zo weten, Adriaanse. Dat was een vast stuk van het programma, Adriaanse, wafels, notenbollen. Ja. Dat ze me binnen gingen zitten en met wafels. En dat ze mij kochten om de toegen, want he, dan waren het smatenbollen. Dat was het verschil van de differentie. En toen, de jaren 5, 6, 7, en zeker ze weten, nou, de oorlog die euforie, die kermis, Mechelen kermis, ik kon de zaterdag, zondag op de koppen lopen en lepen. Er was zoveel volk als mijn maal op plus, dan die barakske daarbij. En dat mijn broer was dat, hij was toch al getrouwd, maar zelf was nog niet geboren. En dan kwam er mijn hele klik aan de Zuid-Arazen rond. Heel de tijd erop gerooid en hij mijn broer met me zo wel, maar ik krijg 50 frank van mij, allemaal op. Daar die mannen akkoord. Hè. En dat kon de toon op de kermis. Je kon ze in een beetje vuil zien. En die waren direct akkoord. Volk is volk. En dat zijn ook herinneringen die ik heb aan de kermis. We gaan daarachter door, maar ik wil toch nog wijzen. Daarom de hoek neder, maar de vroeger, de visjes van Plets, de kekers. Dat was het zout een huisje, in een restaurant, een eethuisje, waar je gepakte vis kon eten. Buiten, een pintje, twee pintjes, maar ook een haring, een vinsuit, die allemaal zien. Er was wat Pletsen en die kroeg dat dan later kekers. Er is iemand die dat weet, de kroeg dat kijkt. En ik weet in 1958, dat was de stad, die ik s'avonds mee in dit toerisme had. En dit toerisme was ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling. Die alleen 7 dagen per week ook, maar s'avonds tot 8 uur. Dus misschien is het tussen wel naar elke zaal, ik weet het niet, maar toen tot 8 uur s'avonds. En daar zat maar Rieks Kneuven, dat was een directeur, de Mille Bouvier, en de Louis Bazaar. En ik ging dan van mijn dienst op dat 7:30 werken. Half 6 naar daar. En ik ging van dat niet vandaag ging ik naar mij werken. En men zag me graag komen, want ik was zo wat de enige in de hele stad. De anderen konden wel wat
hele avond het oude brak ontstaan. Die volgende mensen die op kwamen, de weg te werven, met de zin te zoeken die nog onder. We gaan al. Ja, we zijn nog onder. Ja, ik heb daar echt wel een summer toch niet in opgegeven. Tegenhalen daar. Kwalitatieve wijnen kopen, die ze voor jullie snoes redden. Ik moet toegeven dat het wijn nooit fijn gekocht is door jullie, wat die van jullie maken. Dan had je niet werken, wanneer de moed is drinken, dat was trouwens bekend. Ik heb dat gebouw nog geweten, ik heb het aanbreken en dat gebouw was er nooit. En dat gaan sommigen nog herinneren. Dat dat de vlugel was van de grafelijk. Ja, ja, ja. Die is dat een Nederlandse maatschappij die
tent was een afspanning. Mijn huurhouder aangebroken. Maar dan de postkoetsfiets wisselde. En daarneven was de zee. Schubbel je maar aan. Ja. Dat was een verzameling van verschillende brouwerijen die zeiden, ja, mijn afschubbel je maar aangenomen had. Een oud begrip, want het huis stond daar nog ergens met de zee die er en die erachter twee pitgevers. En de slappetit is waar. Dat is afgebroken. De zeerieder die in de gevel afgebeeld was, was vibreed. Deel uit 1935. De typische dag van communistisch, creatief. Dat is aandacht. Als ik ga terug met een zee als brokkenjong. Men kon wel de tempel van Abu Simbel uitzagen, maar dat deel kon niet. Maar kom, dat zijn gedane zaken. En dat gebouw werd opgepakt, die niet is werd opgetrokken door een privé onderneming. En die kregen dat niet verkocht. En heeft de stad dat doorgegeven. Natuurlijk, dat droeg zijn bekkers heen, dat was opgelaten van door. Hè. Dat was het. Ik weet van die schepen zelf, ja, waar gaat de stad, ik dacht, kom maar om daar over. En dat is dus een ja, systeem en transactie waarom. Dat is iets financiële kan ook niet volgen. Hier op de hoek was een bekendje ook gegeven, dat ik het maar niet zou vergeten. Een café, Bestverzocht. Ja, dat willen we weg. Ja, juist leven, dat complex. Hier op de rug, maar dat was daar het meer. Allemaal afgebroken, het huis van de Mechelaar. En willen we weg. Die vraagt wel leeftijd nog meer jongere, veel jongere vrouwen trouwens. En die hebben een zoon hier dat ik mijn moeder in. Shelby. Klopt dat? Ja, ja, dat is Shelby. Ik was niet zeker. En maar hij was heel actief in het toneelleven, hè, want ik heb foto's van hem uit de jaren 30 dat hij mee sterk had gespeeld en zo. Dus dat was hier. En wat was dan zo speciaal aan de café? Pintencafé. Daar was boven het lokaal van de zuilboogschutter in de jaren 60, 70 waren er hier in Mechelen nog kruisboogschutters die nog regelmatig oefenden. Later heb je ook met de Savarianen gezeten, allemaal gedaan natuurlijk. En maar die waren hier in de Mille. En wat ik ook nog weet, dat is daar wat verder in, nummer 35, wat verder zo, was de depot van Droogkuis Ideal. En wie woonde daar? De schepen Stavrier. Die was schepen en de vrouw hier. Ik zeg dat omdat ik vond dat zo curieus. Een schepen die ze vertrouwen en de pommen ideaal open heeft. Maar ik weet niet wat de wedden van schepen toen was. Ik weet dat sommige schepen in de jaren 70, als ik nu eigenlijk mijn beroepsstand thuis had, juist genoeg verdienden in hun schepenambt om de pinten te betalen die ze ergens opdeden als ze ergens kwamen. En ik wil zeggen wie je met dat zei, dat was voor van stoppen. Voor van stoppen, ja, om te redden van schepen. Juist, maar zo, in de bepaalde zin, de Vero en Mene Trovato, maar ik denk dat het tussen de oorlog jij moet erop liggen. Hij komt, dat is een dat wel een paar keren. Ja, kom, meer dan één keer. We gaan hier de Reuzenstraat door en dan wil ik Koterij. Dat was de achterkant van de bouwenstoren of de bouwensvleugel van het stadhuis. Ik heb dat nog geweten, ik ben daar ook binnen geweest, want die achterkant, dat was het magazijntje van de dienst toerisme. Dat was een kot, dat was slecht. Ja, de schikkers als je binnen ging, als de brand zou uitbreken, konden we niet meer weg. Maar ja, en dan op de binnenkoord, met hier langs daar gegaan, dat is allemaal volle zon, had je in de hoek, als je de binnenkoord zo neemt, in die hoek, was het toilet.
nog zo valid, zo was ik niet tegen, denk ik dat, hè. En daar moest dan iedereen van het personeel aan die kant naartoe, maar dat was een moderner toilet daar. Ah ja, kom, wat een huur is nog veel beter. En dan een eigenaardig, maar elke keer, om in die vleugel, die lange vleugel, zo, in te komen, was hier een deur. Die kolonade, nu die was er niet, daar ging de binnentrappetjes af. De volgende, trappetjes af, ergens binnen, ja. En dat moet gekomen hebben, dat met der tijd in de loop der eeuwen in dat geval, die koer altijd opgevoed is. Men heeft daar een nieuwe kazaal aangelegd, wel, men heeft die ander niet weggedaan, men heeft dat wel opgelegd. En je ziet dat ook in straten met asfalt. Ik weet, de biest, ik woonde daar in de buurt, die heeft met een paar jaar, 10 jaar terug, nieuwe riolen gelegd, dat lag zo'n laag asfalt. Die straat waar je in asfalt lag over dat voetpad. En dat was een goot, die was zo diep, als je daar met je fietsje reed, was op de grond. En die is opgehoogd. En iemand, ik ben ook misschien een roddel, maar wat mensen die niet meer leven mogen worden. Ik heb chef Uiterhoeven nog goed gekend. Als ik op dat schief kwam, was dan een vaste klant. En ja, in de zomer is het gebeurd dat de chef en ik een pintje gingen drinken op het terrasje. De chef bleef gewoon lekker wel of 6. Ik was niet getrouwd, dus ik had daar in een pintje drinken en om de chef te vertellen. In feite heb ik daar de stil van vertellen geleerd, want die sprak over de middeleeuwen en vond dat aan mij, dat daar was hij van meegemaakt. En die zei, die stad is opgevoed. En die zei dat hij, en ik zal u zeggen wat dat is. We spraken elkaar toen met de middeleeuwen. Want er waren wel maar gewoon mensen, maar beleefd gewoon. Dat is kosmisch stof. Lezen. Ik zie op tv dat wij permanent gebombardeerd worden op deze aardkloot door kosmisch stof. Dus de chef Uiterhoeven was 60 jaar geleden in een tijd vooruit. En die bewees dat met het portaal van Sint-Rombertskerk. De volle markt, de achterkant van de post. Daar is in de trap, dat is geluid. Dat wilde ze opvolgen met een tijd. Ik weet van de architectrozenbond dat er jaarlijks zoveel ton stof, ruis van die kerken, van die toren afvalt, van weer de grond. Dus de Jav had veel raken. De Jav is kosmisch stof. Dus het kosmisch stof is niet ontdekt nu, dat is al ontdekt 40, 50, 60 jaar geleden, dus je ruikt erover niet uit. Zeg dat ik het gezegd heb. We gaan hier door dat straatje, kom. Reuzenstraat. Heeft iets te zien, omdat daarachter in dat magazijn van de stad ook de Reuzenstraat. Maar dat is voor mij. Dat is een Grieta. Wie dat je weet, dat was het Modderpalasje, ja. Ja. En je kent dat nog, Modderpalasje. De Luxor, waterforum, waar dat je van achteren konden, dus, als het donker was, zo bij haast modderen, was die te kussen, wat leef was geen af. En als je geen had, probeerde dan met een ander, maar dan kon je slecht aflopen. Hè. Dan plekte er nog papieren in de veiligjes. Ja. Ineens stond vroeger een liberaal. Ja. Dat gaan ook de ouderen nog herinneren, hè? De oude generatie, hier stonden die vrouw, denk ik. Ja. Maar die was vast aan thuis, die was dus van de eigenaar. Dat is vast om de gevel, die was van de eigenaar van de gevel. Oh, dat ben ik gebeurd hier. Denk dat ik verschakkerd dan en dan denk ik heel. Dat weet ik. Ja, maar Maria. Die bijna iedereen zal hebben die in Mechelen rondwaalde. Dat is een Negrita. Ja. De gouden bol. De Negrita ontstaan, als ik me goed herinner. Tijdens de Tweede Oorlog, of kort daarna, dat durf ik niet zeggen, want ik heb het idee dat ik het er altijd geweten heb. Helemaal met een soort marbriet uitgewerkt. Marbriet is een soort galas, maar marmerachtig uitzicht. Een beetje kleurig, dat was iets.
dat zijn een tijd vooruit was. Een binnenarchitectuur die voor ons chic was, hè, mooi was. En dat was, als ik me goed herinner, van Bever. Die op plaatsen toch, weet niet wie oorspronkelijk. En hier werd het lekkerste ijs van Mechelen. Ja, ja, ja. Van hier vlunderen. En van ons toe. Marcel, Badik het reis was het ook goed. Ja, maar dat weet ik zo mijn tijd. En dat lag voor mij ooit mijn loop. Ah, ja. In de Meerhuidenstraat. Dat was in de Kooistraat. Ja, ja. Mijn broer ging daar altijd. Mijn broer was 15, maar dan 16 jaar ouder dan ik. Die ging daar in zijn jonge jaren bij treistrammen. Ja, maar voor mij, ik heb treist nog wel gekend, maar dat was toen al eigenlijk oud. Ja. Dat heet het ook. Ja, ja. Terwijl we toch staan, kan ik nog niet herinneren van Kramnagas, want dat zijn wel die Kramnagas speelden in mijn broer. De Coupe Malinois, wie weet dat nog? In de Brugge, ja. Waar later die klerenwinkel, De Verleeuw, De Verjeuw, met die bombeerde rijden. Dat was de Coupe Malinois, dat had nog meer te doen dan eer, was ook groter van binnen. En dat was vooral in de oorlog, en dan kwam ik echt naar mijn kinderjaren, want ik ben van 35, dus ik denk dat ik in de oorlog nog een kind was. Daar kon je in de oorlog, 344 leg arm en taart was, en ik kreeg een glas gaan eten, zonder zegeltjes. Ja, ja, ik had melk nodig en een wafel. Die wafeltjes die daarbij waren, denk ik dat ik kapstrooi of weet, ik weet niet wat. Daar moest je geen zegeltjes voor je. Die kreeg een glas was vanille met water en wat poeier. Maar in Mechelen zei ze, ik heb tenminste eten op een bok. Ik had iets gegeten. Het was er warm in de winter, dus je moest niet stoken. Plus op dat zat er wat muziek ook. Dat een glaasstraakje of een driehoek om bokken wat muziek te spelen. En dat toen met denken kloop wat vooruit zijn, maar dat is geen erg, daar staan we toch in de schaduw. De cinemas. Iedereen herinnert die cinemas, zeker de Cinex. Ja. Toen Malin ging naar de Cinex, prachtige zaal, opgebouwd na de brand, hè, want dat was de oude Sol de Paris, in Mechelen, Sol de Paris, maar prachtige zaal, die hadden ze moeten onder de denkmalschuts, hoe heet dat wij in Nederland, moeten klasseren, een hoek, een moeizaal akoestisch, en dat was doorlopend. Doorlopen. En dat betekende, ik ging naar de cinema en je ging daar binnen, ik zeg maar een uur, om 4 uur. En je blijft zitten tot half 10, want je moest opletten in dat oude leer. Dat is persstoende, hè. Dat we binnen moesten wel 10 uur. Zelfs nog vroeger, hè, als we gestraft waren. Hè. De stad moesten we zo'n tijdje in de zomer binnen om 8 uur. Hè. Dus dat kon dan niet daar blijven zitten. Dan moest die stoken. En je zat nog wat gezellig, je zag nog eet. Dat kon oogstens in het slechtste geval vlooien of luizen krijgen. Maar dat moest erbij nemen. En door het feit dat dat doorlopend was, kon je er binnenkomen wanneer je dat gewild. Die film was al bezig. Er was niks, kon het even doen. En dan zag je eraf de eerste dat mee, maar tilde dat zwaar aan. En dan was het voor veel mensen daar gelang. Dat kun je op z'n mechel zeggen, de pladoeze. Gingen ze dan in de koek maar in waas een kruim kan eten. En dan tegen dat het sperstoende was, dat was de zondag. En ik ging met mijn vader naar mijn grootmoeder. Dat zijn nu kinderen, herinneren me van de kindertijd. Mijn grootmoeder, van de kant uiteraard, die heeft haar laatste levensjaren, ja, van ouder. Dat was denk ik, ik heb het niet eens geweten, doorgebracht in de circus. Die was vrij jong weduwe geworden. Ik heb een grootvader gekend, die is gestorven in 20. Die had een klaar pensioentje en die is daar in de circus. En die woonde in het huisje op de hoek. En dat de circus daar, hier de Melanie, hier komt de binnen en hier een huisje, daar woonde mijn grootmoeder.
En dat was het enige huisje of woning met een venstertje langs de melaan. Daarmee dat ik dat zo goed weet waar dat ze woonde. En ik zat, en dat was een brede vensterbank, en ik was toen pak weg, 5, 6 jaar. Ik zat op die vensterbank, dat weet ik nog, en ik keek naar buiten, naar de straat. En dan gingen we naar de, van daar, gingen we naar de cinema. Afspraak met mijn moeder of mijn moeder die nog wel ziekelachtig was. Dikwijls was ik alleen met mijn vader onderweg. En dan naar de cinema. Dan was mijn moeder erbij, was dikwijls nog de koopman in de vader. Dat heeft zich herhaald. Mijn grootmoeder heeft haar laatste maanden in het gasthuis doorgebracht. Dan gingen we naar het gasthuis. En dan, naar gelang seizoen, wisselen het scenario. Ik heb dat strak gezegd, het was voetbal, prior, gingen we van het gasthuis naar de Nazer, en dat waren de zondagse wegen dat ik gedaan heb. Naar de Slekkers, naar het gasthuis, naar de Koekbal in Lazen, Sinex, dat zijn allemaal herinneringen. Er zijn nog zo'n wegen die me bijgebleven zijn, hoor. Als uit de lagere school gingen we het laatste jaar. In de oorlog was de zwembad dicht, gingen we naar de zwembad. De voet van op de Leuvensteven uit dat noodschool gedoe. Dat de zwembad op naar de voet door de Prijsplaats. Dat waren we ongeveer 1,5 uur te voet, want we hadden nog korte beentjes. Ik heb er nu nog een. Naar de dok. En dan gingen we wel langs de fabriek, de Augustaan. En daar was de hoek van de leegkap zeker, Branta, het café, Branta. En wie herinnert zich nog, boven in het dak, onder het dak, was zo de buffetjes. En daar stond een pop, in een sterrenkop, zo'n groot mannenhoofd. En dat keek zo, dat is dus een spreek van 75 jaar geleden, dat zit nog op mijn oogvlies. En dan vertelden ze me thuis, moeder of vlies, dat er ooit een ziekte was in Mechelen, de pest. En dat die bewoner daar heel die tijd niet meer buiten gegaan was en ook zonder blijven zitten was en tussendoor zijn op in het buitenstad en dat hij overleefd had. Wat mogelijk is, in theorie, profiteren van de lucht. Dat is zo'n beeld dat als kind dat bijbleef. En dan stond er in de straat ergens altijd aan dezelfde lijst een gehandicapte. Daar een man die van iets vond met zo'n stekende ogen. Daar is schrik. Ik weet niet waarom, maar die keek zo streng naar al die kinderen die voorbij kwamen. Ook zo'n beeld dat onbenullig is. Maar dat je hebt zo in je leven dingen die totaal onbenullig zijn en die je toch blijft herinneren. En dan gaan er anders aan, belangrijke die je niet meer weet. Louis, dat is zo. Ja, dat is, ik weet nog de eerste dag dat ik soldaat geworden ben. Maar hoe dat die dag eruit zag, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik soldaat geworden ben. De jeugd kent dat niet meer wie een soldaat is. Ik kom er wel bij. Maar nog iets. Hier was een droom van de mutualiteit. Nog, maar toen was dat een gewoon huis. Ik kwam daar veel van. Ik heb daar even gezegd, mijn moeder was superlachtig en zo. Ik ging de politieke doen. Dat was allemaal van de voorzorg, mutualiteit en apotheek. En daar in de hoek, wat je ziet, dat springt daar in. Daarachter, dat waren de magazijnen van de vooruit. Sommigen herinneren zich dan ook dat daar koterij was. Er waren magazijnen, want ze vooruit en ze hadden kolen onder. Daar kon kolen besteld. En dan waren ook nog diverse lokaaltjes. En hier was de Forum. Maar die is begonnen, waar dan nu die hypotheekswinkel of wat is dat? Onder de naam Ontwikkeling. En dan zijn die verhuisd naar hier als Forum. Ontwikkeling in failliet. En dan zijn hier komen wij ook failliet. Dus dat deel ik niet vooruit, ik zeg het maar. Ik heb eraan bijgedragen dat Ontwikkeling failliet gegaan is. Ik had een afspraak met Ontwikkeling met een gids vanuit Mechelen uit te geven.
een contract en alles. En toen het contract gemaakt was, ging ontwikkeling failliet. Dankzij dat contract weet ik niet. Dat is dan later overgenomen door Standardboek. Boek is wel verschenen, maar niet meer bij ontwikkeling. Ik heb een slecht omen wat boeken betreft hoor. Ik gaf iets uit, de Patria et Familia in Handslamen. En die een uitgever valt dood. Letterlijk, hè? Mispelo. Ik geef een boek uit in Mechelen, Bas Stevens, bij de Gilbert. Overleden, een hele jonge overleden, dankzij Malay Hai. Zodanig dat ik nu een boek uitgeef, dat ik tegen die uitgever zeg, je weet welk risico dat is. Ik ben hier geen mop aan het vertellen, maar dat de ene failliet en de tweede overleden. Dat is erg, hè? En ik heb een simpel akkoord. Dat waren contracten. Ik sluit nu, als ik iets zo maak, geen contract. Niks. En die blijven leven. Vries, Antwerpen, die blijven leven. Dus je ziet, het fana zit in het geld. En de lezers blijven nog leven. We gaan verder. We gaan naar de schaduw, naar het brugje. Maar wat weinige mensen eigenlijk weten, dat is dat stuk daar in Botermarkt. Dat is toch Leermarkt. Ik heb dat ook leren ontdekken. Ik heb vroeger het begin van de topfeestzaal moeten doen. En de feestzaal stond op de Leermarkt. Dus ik zeg dat maar, als je ooit leest, stadfeestzaal, Leermarkt, dat wat daar was. U herinnert zich nog de oude generatie? De groenten alleen, de oude generatie, klikken, nee, van ergens rond 1880, 85, die een heel interessant gebouw was, vrij groot, een grote overkapping zonder pilaren. Dat was voor die tijd een heel mooie constructie, en architectonisch eigenlijk een monument om te bewaren. Daarachter, stad erop, is het vleeshuis of de vleeshal. Het vleeshuis was op de vleeshal die in functie gebruikt is tot in de jaren 60. Want ik weet, we waren pas getrouwd en we daar nog vlees gaan kopen. En dat was ook voor haar een tijd, een instelling, heel modern, met koelafdeling. En ja, kom met die stans. Al dat daar smeedwerk en die haken, dat was eigenlijk industrie, het gebruik van ijzer en staal in die constructie was opvallend. Men ontdekte dat gebruik, wat men daar kon mee doen en dan dat gebinden, dat slapen in de werk. Dan die voorgevel, die grote koppen van de lunderen. En toen, nu is de gevel, wat kostte dat te veel? Ik kan dat niet goeie kopen. Toen was dat anders. Toen moest dat eigenlijk van buitenuit wat trotserig zijn. Maar ook van goede kwaliteit. Hè? Want ten lange laatste, die moderne gebouwen zijn gezegd, iedereen weet dat, om 35, 40 jaar mee te gaan. En dan is het versleten. Maar nu is het. Vroeger stonden daar gebouwen, de vlees al staat van perfecte toestand. Dan was dat hier vroeger natuurlijk helemaal dicht, dat was een markt. En de Vliet hier, dan zitten we wel ver, dat is niet meer mijn taart, dat zit in de middeleeuwen. En men noemde men de Koolvliet en dat had iets te zien, niet meer
bloemkolen, maar we willen huidskolen. Chamon. In Hoelen was je steenkool. Daarmee dat je Mechelen van Hoelen in van Kolen spreekt. In Mechelen naar de Hoelenstoof. De Nullenbak. De Nullenbak. En dan de Peter de Nullenpunt. Hoelen is steenkool. En kolen waren vroeger boskolen. Oei. Hoelen komt van hoeien. Frans, hè? En maar ja, dan hadden we hier volkshuis, hierover liggen, hier vlak voor mij hierover was volkshuis. Het volkshuis was dus eigenlijk een soort sociale instelling. Dat was niet alleen een café, maar ik kwam daar veel met mijn vader. Mijn vader had een getrouwd patali. En daar hing een bordje. Ik herinner me dat ook, dat was vrij groot café hoor. Daar hing een bordje, of zelfs. Verbruik niet verplicht. Dus je kon daar komen, moest niet drinken. Of wat er mensen, toen gepensioneerden, of mensen die alleen waren, die kwamen daar, laten we zeggen, een krant lezen en die dronken daar. Koffieke of ja, pintje, hè. Dat kon. We moesten die uitbaten van Krieken of wie dat te meten. Die kon niet zeggen wanneer we moeten hebben, als je zegt niks. Dat moest kunnen. Moest kunnen dat je daar kwam en niet consumeerde. Dat weet niet, dat werkte. Plus dat je daar ook kleinigheden kon eten aan de piramide. Want het was eigenlijk een coöperatieve instelling. Het doel was niet winst maken, het doel was geen verlies maken. Een groot verschil tussen. En dat had een eenvoudige keuken, een filet d'aron, een neuf à la Russe, en dan de max, paling in het groen. Dat was ongeveer de 3 schotels met friet, met brood. En dan komen we terug mijn persoonlijke verhalen. En ik heb gezegd, het is allemaal petite histoire. Ik heb het ateneum bezocht. Ik was de allereerste uit de grootfamilie, zowel als moeder als vaderskap, die naar het middelbaar onderwijs ging. Mijn broer had de 4e graad gedaan, mijn zuster ook, dus tot 14 jaar. En ik ging naar het ateneum. En mijn vader was een heel fier. Dat zijn mijn zoon, die kat op zijn makker. Dat was natte nee. Natte nee, hè? De natte nee. En elk jaar, met de prijsuitreiking, proclamatie in de Cinex, met muziek van de wezen, die de Brabassos belde, dat mijn vader, wat werkte toen nog, de dag vraagt. Morgens, grote schoonmaak, dat hadden we niet, nee, maar een massinkje. Beste kostuum aan, hem een kravat, wat uitzonderlijk was, wat mijn vader met de Cinex te zien. En het eerste jaar, grote vreugde, was een geluk, ik ben in de Latijns en in oktober gehad. Het tweede jaar lag het anders. Ik was niet gebuist, maar ik had 2 jaar examen die ik niet wou doen. En dat waren de 2 vakken waar je naar de Latijnse ging, dat was natuurlijk Latijn en wiskunde. Latijn had ik wel gekund, maar wiskunde niet. Ik ben toen naar de moderne talen gegaan, maar zwart, waardoor ik 7 jaar had er niet meer gedaan. En die, mijn hele slimme, ik heb nog meer jaren gedaan dan mijn vader. Iedere keer heeft mijn vader mee opgekregen. En die 7 jaar zijn er 7 iedere keer naar de volkshuis geweest. Paling in het groen, dan heet ik. Dat was het duurste wat dat zat. Maar thuis was het nogal schipperen de hoofdbogen water te houden. Dus we konden niks duurder kopen. Want op de markt in een restaurant, dat was te duur. Maar hier, desnoods, als het in een paling in het groen was, konden we desnoods de filet d'aron eiden, of de valaruse, dat kostte toen 10 frank of iets. En dat is voor mij zo een
dierbare herinneringen die je nog hebt. Ik kijk daar nu nog doodgraag een paar minuten. Ja, ja. Ja. Het duurt tegen. Ja. Baden-Baden is een koerzaal, dat was hier de koerzaal. En daarneven had je dus de Eldorado, maar dat was tevoren de Alhambra. De Alhambra. De Alhambra. Ja, de Alhambra. Dat was een bol. Nee, dat was de Alcazar. De Alhambra was in de stad. Dat was de Alcazar. De Alcazar. Dat is erbouwd kort na de oorlog. En de Alcazar was eigenlijk een feestzaal. Waar ze ook met ons gaan. Dat was er van alles. Mijn broer ging er ook dansen. Die hadden een lied. Maar dat ken ik niet. Dat was juist voor mijn tijd. Maar in de oorlog, in 1944, kwamen daar een vuur. Wij noemen dat een show. En dat waren gewoonlijk uit Antwerpen. Daar dachten we als je muziek in kwam, dan makkelijk. En ik ben daar mee geweest. En dat is ook zoiets dat je niet vergeet. Dat was wie speelde daar mee, Loïke Staal. En in ieder geval niks te zien met die bovel van ons. Nee. En wie was Loïke Staal? Dat was iets of wat. We hadden steken in de vleugel. Die was de grote. Die zo, ja. Klaar manneke, spiegte, klaar manneke, maar die dansen en die zongen wat er was in die showwereld en in de bovel, dat was toen, in 1943, een oude zangeres al wat ouder, en nou sopraan, een paar de buurtweg, maar kop en nek groter dan Loïke, met zo'n bosje. Hey, als jong manneke viel het op, dat hij zo'n borsten had. Die was niet zo zwaar geschapen, maar zoiets, dat was dat ik dat onthouden. En dan moest dat een liefde zijn, dan wou dat zingen, dat ze een week vast. En die was verslacht tussen haar borsten. Dat was zo niet bedoeld, maar heel die zaal, je lacht wat van lachen natuurlijk. Dat is een scène. Misschien was het gewild, hè? Want je moet dat kunnen doen alsof. Al wat dat spontaan gebeurt, is de meest beste georganiseerd. Ik heb heel wat georganiseerd en zelfs het applaus was georganiseerd. Ik wist ook het moest regelen. Ik zou niet applaudisseren voor dat die dirigent een buiging maakte. Of ze konden het applaudisseren na een beweging. Dus dat kan zijn met een Loïke Staal en die niet te verwijten ook in projecten. Schone herinneringen. En dan hadden we nog van die mannen, maar dat was natuurlijk verhaal, dat waren herinneringen. Niet meer vertellen. Dat zijn herinneringen die ze leven. Ja, wat kan dat? Wie naar de voetbal moet, wie mag het gezicht nog verhalen. Nee, ergens. Ik weet niet juist waar, maar de winkel van Rozemond, hè. Hier ergens. Rozemond. Hey, dat is je stek van de toren, Rozemond. Die oude van hier ergens de winkel. Nummer 4. Waar dat? Hier ergens. Waar dat? Heel wat mensen hadden. En op de hoek was de mooie winkel van Giezen. Van Giezen. Dat was ook een hele bekende winkel. En hier zijn ze, voor zitten geweest staan, want de dansgroep die heeft. Ja. Dat zijn details hoor. Dat zijn Thank you.
toch hier bij Hangeman? Dat was hier bij Hangeman. Dat is hier in Brunnen. Ja, ja. Oh, top. Maar dat is in Brunnen. Ik kan niet aan de weg. Ik sta niet graag voor iemand, maar ik moet in. En daarmee hebben we tot daar gaan. Dat is niet goed. Ja. Ik ga heel die Brunnen afvallen. Dat is duidelijk. Maar hier staan we voor geen vitrine van een winkel. Ja, want dat hebben de mensen niet graag dat we met een groep voor in de winkel staan of voor in de deur. Wel, in de Brunnen is er even al aangeraakt dat je de cinema's. Dat stuk hier eigenlijk. Dat was het uitgangsstuk met de Cinex en in Rio. En de rampalen, de Roggelty en de ABC, dat waren dan samen. Wat al weinig weten, ik heb het gebouw nog weten staan als puin, dat was het er ook een cinema die erachter was. De Agora. Of Agora. Die is in maart 40 gebombardeerd. Dat is een van de weinige huizen die kapot waren. Nooit meer opgemaakt. En was een film en een cinema met Duitse filmen. Mijn moeder ging dat in, Willy Frits, Stijn, Ruhmann, Hans Moser, noem maar op, al die Duitse vedetten ook, maar ik had ook later nog. En de Cinex, ik heb daar foto's van, dat daar gejaagd door de wind gestuurd, die iedereen kreeg. Dat me stond aan te schuiven, vandaar aan de deur van de Cinex, tot een stuk in de Korte Brul. Dat daar politiemannen stonden, om dat allemaal te zorgen dat daar geen ongelukken zijn. Ik ben niet gaan kijken toen, ik kreeg me daar niks van. Ik weet dat het zo gebeurd is, gejaagd door de wind. De Rio speelde de minder gangbare filmen, die hadden dat later een klein cinemakken dan bij. Studio geloof ik dat het niks te zien met studio in de Begarenstraat. En dat waren niet commerciële filmen. Daar heb ik die Canadese filmmaker, McLagan geloof ik uit de mede, die filmen maakte op de pellicule. Toen werd er nog met pellicule met negatief en positief gewerkt. En die krapte op die pellicule, maakte die eigenlijk krap filmen. Krapte weg wat er moest geprojecteerd worden. Ik herinner me dat nog heel goed, ik was toen misschien 20 jaar, 21, dat er was een klein zaal met misschien 100 stoelen, dat was die film gedaan was, dat er spontaan applaus uitbrak. En ik heb dat maar één keer meegemaakt. Dat was zoiets merkwaardig en dat was in dat klein cinema. De Novelty die er achterin zit, dat was een grote zaal met de dansen. Iedereen van mijn leeftijd is er zeker geweest om te dansen, jij ook nog, Freddy. Ja, die staat een bigeler, die dat zo'n orkest. Maar wat daar ook gebeurde, en dat ben ik meerdere keren gaan zien, daar werd regelmatig boxmeetings gegeven. En waarom box? Wel, Mechelen was een actieve bokstad. Dat is een actieve boksering in die tijd. Hij is niet na de Levens, maar de vader van Levens, van stadgids. Nee, die Michel Levens, dat was een regel wat de bokser, een welterweerwicht geloof ik, die had in Mechelen een aanhang, niet alleen hier, die heeft verschillende jaren, die was bij de top in België en bij de subtop in Europa. Dan net later de Milo Sarens in de jaren 60 van Ombeek, Mechelen, toen was dat nog Ombeek, nu in Mechelen, en dat waren de rechten, maar dan ook de chauffeurs en zo. Ja, maar dat is echt een bokstraditie en dat kon de regel om de 14 dagen, 3 weken. Het was hier een boksmeting, mijn broer ging zien of mijn onkel Jeff die mocht meegaan. En dat waren dan premies, hè, bijvoorbeeld. Een premie van 100 frank voor een bokser te verdienen. Zoals bij de wielerkoersen, we wegen dan ook winnen te wielerkoersen in Mechelen. De prijs van de stad Mechelen, de prijs van de vrije markt, de prijs van de Tervuurse Steenweg, de prijs van Muizenkermis. Allemaal beroepers. En dan onderweg was er een café van een winkel met talakalijn geschilderd. En daar stond dan een van de organisatie. En
dat met vlasken te zwooien. Dan wist je de kreul, dat is de premie. En dan dank om stroom. Wat was mijn premie toen? 20 frank of 50 frank, want ten eerste kreeg ik ook niet veel. Maar dat waren, en ik heb nog geweten, ik was bij de kadetten, als ik mee aan de atletiek deed. En dan, als kadetten kreeg je niet zo, moest je een paar koekjes pakken. Straks met die burgers, maar bij de ouderen, bij de seniors, de Franse Smits, de Doms, die Sonteklos gewonnen had, dat waren prijzen. En ik heb nog geweten, dat was ergens, ja, dat waren in Malonië, daar is, ik weet niet meer juist, maar wel over de taal. Hey, dat was bijvoorbeeld een grote bananenbrood, een pak worsten, bomben met een beenhouwer iets te kopen. Dat waren courante prijzen toe voor die mensen. Ja, wij kunnen er dan indenken dat dus, laat ons zeggen, wie van die Belgische coureurs uit de Ronde van Frankrijk naar hier komt rijden en geeft die een kilo koffie. Goeie koffie, hè, maar niet. Die heeft daar van de voet nog niet zo voor op. En, maar toen kon dat en ik heb coureurs gekend. Hè. Uit mijn buurt, de Jos, dat is een achternaam, dat weet ik niet meer. Die had gereden, maar dat was afhankelijk van of iets. Ah, ja. En die vertelde, die sprak dan van zijn jonge jaren, in de jaren 30, dat die beroepte, die reden echt voor dat geld, voor die prijzen. En als die dan op de buiten reden, zo, grote prijs van put, die reden elkaar in de grachten, want dat was in de mindere. Die vertelde daarover. En dan hadden de verscheurers van Ast op de berg. Ik ben alweer aan het afdwalen, maar ik vertel echt uit mijn herinneringen. Dat waren lelijk boot, boerenjongens, klippers, echt van die stumpers op de grond. Ja. En die waren metselsknapen. Die hadden latine stiel, veel schippen, veel metselsknapen. Cement en bakstenen naar boven dragen. En in de muur mee door, hè. Weet wat dat is in de muur mee werken als rechthoud met zo'n, hè. Die moet op de hoeken zitten. En die begonnen in mei, als die kermiskorsen begonnen, gingen die mee rijden. Dat waren drie broers. En als dat mij viel, dat die konden volgen. En dan tussen duizend winnen, dan hadden die, ik zeg maar, 500 frank. Toen, dat was wel heel, maar een dikke man met hem, reed die zijn zoon over. Hadden die een slecht jaar, dan schieten die uit met rennen, met bierraden, koersraden, die gingen terug in de kamer werken. Zo simpel was het, want die moesten wel een leven, hè. Die konden zich niet permitteren de mee te raden en die tussendoor een pomp worsten te winnen. Hè. Nee, dat is toch erg veranderd. Een pomp worsten, een ziel uit je lijf raden. Ja, van lijf gesproken. Die dansten zijn ziel uit in laag, maar een beetje verder hadden de derby. Ah, ja. Dat was voor de oorlog de Savoie. Die vindt ook die naam. Als je mensen wil spreken van de Savoie, dat is later de derby. Dat is de Dusselet aan de piano. Ja, ja. En dat was zijn hoogtepunt, als ik zo 20, 21 jaar. Dat was toen het hoogtepunt, 22. En dan ging daar ook tussendoor in binnen. Maar ik had een groot nadeel, ik ben nooit een danser geweest, dus ik heb het niet begrepen hoe ik dat plezier kon je nemen in dansen. Dat betekent dat ik dat nooit de lieflijder ken. Ik ben daar niet kwaad voor, dat is niet. Maar ik heb dat begin, dat was niet aan het maandraad. Ik ging liever, dat is dit niet, hè? Ik ging liever naar de lezing om een auto te kunnen drinken. Daar kwam ik geen jonge meisjes tegen. Maar ik vond dat toch interessanter. En toen, ik zeg wel dat weinig weten, had je in Mechelen een afdeling van Exoriënt en Lux. De dagen in de Oosten. Dat waren historici die zich bezighielden met de geschiedenis uit de, ja, laat ons zeggen, het nabije Oosten. Egypte, Mesopotamië en zo. En dat was God de Glagosus die dat in handen had. Ik ben daar ook naar de lezing geweest, onder andere nog een heel geleerde uiteenzetting over het lineair B-schrift. Zoek dan maar eens op papier op computer, want ik weet ook niet meer wat dat is. Nee, maar dat was dus ontcijferd. Het lineair B-schrift, dat moet ook een lineair A-schrift geweest zijn. Nee, maar daar ja, kom het wel eraf. We gaan nog op één ding wijzen, maar we gaan niet tot daar, dat is daar waar dan nu die
extra winkel gaan raken niet zonder winkels. Dat was de gas. En wat was dat nog geweest? De kriegscommandantoor in de Tweede Oorlog. Daar had, wie dat daar geroepen werd, beleefde ze een beste dag meer. En een heel mooi gebouw dat onopvallend is tussen die lelijke dingen, is de bureau van de EMB. Hè. Echt zo naar de komma. Heel mooi gemaakt, het grondbovenste stuk. Ik weet niet of het beschermd is, maar ik vind het een prototype van staal. Hè. Dat is origineel. Ja. En daar een beetje verder, waar dat de gevel met die gefondeerde ruiten, dat was de Koepmalinbaas, die ronde ruiten daar. Hè. Dat zijn de duurste ruiten die er bestaan. Die komen uit een familie van glazenmakers, die moeten gemaakt worden op maat voor dat. Want normaal is glas vlak. Dus je was in de Mas in Antwerpen, het museum aan de stroom, al die ruiten zijn speciaal gemaakt. Ik heb ooit gehoord dat dat ding geluk werd wat dat zo'n ruit kostte. Het pensioen van mijn jaar kom ik niet toe voor een ruit geluk. Nu, mijn pensioen is niet zo groot. Kom, we gaan hier de poort. En dat te rekenen was het eindelijke. Want we hebben een dikke verhuisstuk gewonnen met de nieuwste maal, de stoel, in de buitenwagen. De buitenwagen, de binnenbuffel op in. Die zat, die café-jas. La chupeta. Hier hebben we wat schaduw. In de loemer. In de loemer, ja. Zo, ik neem jullie mee langs hier, omdat dat de Sint-Emettentuin is. En veel Mechelaars kennen dat nog niet. Dat is dus een paar jaar geleden, om niet te zeggen 2 jaar geleden, ingehuld. Dat is een oude binnentuin van een hospice, van het Wezenhuis, daar aangelegd. En in het begin van het jaar heeft men daar een soort betonnen huisje gebouwd. En daar staat een bijaard in. De monteerbare, beweegbare, mobiele bijaard. Ja. En daar gaan in de toekomst ook concerten gebeuren daarop. Openbare, dan gaat men hier. In feite is dat een soort kamermuziek bijaard. Ja, ja. Waar men dus lichtere stukken kan opspelen, bij wijze van spreken. Ook laten vergezellen van bijvoorbeeld een ander instrument. Want men zit neven elkaar. De grote bijaard is boven en als je beneden een ander instrument zet, is een groot verschil in afstand in de cacophonie. Dus hier zou men meer composities kunnen uitvoeren die op de grote bijaard niet kunnen. Want daar in het gebouw, die kant hier daar, zit er bij uit school, hè, die dus vroeger in de Merodestraat was. Zit hier heel goed in mijn ruimte en in bepaalde omstandigheden kun je dat bezoeken. We gaan dat met de kring eens doen, wel geloof ik, we hebben er hier over gesproken, om de bijaarschool te bezoeken. Het probleem is wel dat daar ook tussendoor vakantie is en dat je dat moeilijk binnen kunt. Maar we waren er even nog in de brug en dan wil ik toch nog een paar dingen vertellen of zeggen. Ik heb nog zitten zoeken in een oud boekje, een kip
tot in de jaren 60 zeker, vier beenhouwerijen gevonden in Den Bloem. Vier beenhouwerijen. Ik noem ze zo op. Die stad, ja, Feyerts, Miseur, Michielsen van de Merk. Van de Merk kwam van Pittenburg, hè. Dat was tegen de brug aan, hè. Zeg maar, en hoe heette die een beenhouwer, even de Sarman? Ja. Ik heb hier op een blad staan. Dat was Feyerts. We zijn voorbij de struts van de Lange gegaan. Ja, ja, ja. Daar waren we nog morgen ook bezig. Hey, dat waren de Blauwholstraat en de Buzzenstraat. Dat waren vroeger, in mijn jonge jaren, de strutjes van de Oudekouders. Ja. Oudekouders, makkelijk. Ja, ja, ja. Daar moeten we wel die grote dingen van indenken. Maar die waren er. In elke strutje, 2, 3, die waren dat er niet. En dat zijn klanten, dat in Mechelen vrij veel soldaatjes, miliciens. Ik weet niet dat de seminaristen er ook kwamen. Ik kan dat niet zeggen. Is dit leven? En dan had er nog iemand daar, en ik ga zijn bijnaam zeggen. Ik heb hem nog gekend en ga met zijn jongen Rikske Vlos. Weet je wie dat was, Rikske Vlos? Ik ken die naam nog goed, maar... Rikske Vlos in Blauwontrusje. Van voor tegen de Brula, sprong dat doos wat verrood. En daar stond zo'n manneke met een kutarmje die in de vloos paste. En dat was Rikske Vlos. Dat was die eten met zijn rechte naam, Rikske van der Rade. Als je een broer verder achtergaan was, hadden die de beenhouwerij van de Merk gezien. En ik herinner me dat, dat was naast de Tattenheim. Dat was een hele grote smeet ijzeren luifel. Kunststuk op zichzelf. En dan had je daar het Tattenheim, en daar de woning woonde de prefect. De prefect. En dat in Tattenheim had je nog een woning, daar woonde Jeff Porteur. Jozef de Witte. En Jeff, ik hoor het hem nog vertellen, was zondags met zijn madame naar de cinema geweest. En de prefect met zijn waf was daar ook. Allee, ja, kom, hè. Het is allemaal gelijk dat je het beneden vond. We gaan terug in de oude, want dat is een waarom dat ik hier stop? Omdat dat ook een van mijn, ja, ik kan niet zeggen intieme, maar toch steeds persoonlijke herinneringen daar. Mijn zuster woonde daar iets verder in de poort, in de huizen van Jannes, nummer 8. En dat was hier, ja, mijn speelterrein, want ik was veel bij mijn zuster. Ik heb er straks gezegd, mijn moeder was nog wat sukkelachtig. En dan ging ik naar mijn zuster en zo. Ah ja, kom, wat. Ik kwam hier veel en dan speelde ik hier met kinderen op straat. Maar hier woonde de schouwdegen in dat buurt, de Kruidens. Ik heb die man gezien met zijn ustensilie, met zijn vuil kostuum aan en zijn draad en zijn rare rollen. Dus dat was Kruidens. En dan wil ik op die huisjes waren. Dat is een aanzet voor een. Ja, een groot woord, een tuinwijk is een groot woord, maar het sluit er bij aan van die Engelse beweging van City Gardens. Ja, die begonnen is al vroege 19e eeuw, 18e eeuw, met ouwen en ook zo'n paar, om voor de werkmensen degelijke huizen te bouwen met het voordien tijd comfortabel ingericht en wat groen.
Nu weet ik niet, die van achter ook een tijdje, maar dat weet ik niet. En maar dat is zo'n reeks. En het schoonste voorbeeld in Mechelen is de goedkope, hoe heet dat daar, aan het vuursysteem. Duizendmanssyndicaat. Ja. Dat is een hele werk uit de jaren 20. En toen dat die vereniging opgericht werd, waren mijn ouders, zeker mijn vader ook, daarbij, want iemand heeft me een paar jaar terug de oprichting zak bezorgd. En daar staat in, een van de ondertekenaars was Alfons Kokke. Maar die hebben hun aandeel, mijn vader heeft een aandeel verkocht en dan op de Leusse Steven een huis gekocht. En waarom? Omdat je nam een aandeel, maar je wist niet wanneer je huis ging klaarkomen. Je kon nog 2, 3, 4 jaar moeten wachten. En dat waren toen een zoon en een dochter, maar die was plaats nodig. Ah ja, lang verhaal kort. Ze hebben het opgezegd en ze hebben op de Leusse Steven een huis gekocht. En dat zijn zo heel mooie voorbeelden. Ik hoop dat dat ooit is geclasseerd wordt als een geheel. Dat is zo typisch voor een tijdvak en voor sociale geschiedenis. Ik kijk naar onze voorzitter, u bent bezig met die geschiedenis zo van voor de oorlog. Dat past in dat kader. Ik weet niet wie, ik denk dat de toenmalige commissie dat gebouwd heeft, ik weet het niet wie het gebouwd heeft. Ik heb het nooit niet opgezocht ook niet. Nee, maar dat zijn voorbeelden van, stadsontwikkeling en denken vooraf. Maar het is bij dat gebleven. Voor de rest heeft men in de stad sinds kort wel, heb gewaken. De kant van de Nijhoek en zo heb je van die projecten en dan in de parochie. En maar zo allemaal uniform. Het doet een beetje aan Engeland denken, aan de Coronation Street. Ik vertel dat nu, want dat is terug in herinnering. Ik had een tante, een echte bloedtante, in Londen wonen. Die was in de Eerste Oorlog met de vlucht tot in Londen verzeild. Daar iemand leren kennen, getrouwd en nooit meer teruggekomen. Die woonde in zo'n rijhuis gelijk in Coronation Street in Fulham, juist aan de rand van de city. Ik ben daar verschillende keren geweest en dat toonde zo'n huis. Maar dat was verdorie groot, hè. Dat was diep. Dat was echt diep huis, hè. En dan beneden de minste 3, 4 vertrekken en boven ook nog. Dus dat waren voor die tijd vrij comfortabele huizen. Coronation Street. Mechelen in Coronation Street. Ja, dat was ook Coronation. Dat zou kunnen. Van die zonne 3 huizen. En even na woonde Piet van de Groen. Hij had die. Toen was hem pas daar neer, maar hij is van later op de Melaan gaan wonen. Dat was een kinderen, hè? De vrouw van Piet van den Broek was die een was getrouwd met de dochter van Janne, hè? Zeg Marcel. De Bekker? Ja. Marcel. Maar jij hebt toch nog een vleet bij genoemd? Een vleet? Een vleet? Ja. Nee, ik ben ook een vleet. Dat is 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 een vleet. We gaan niet onder die boom stoppen, daar onder de die. We willen niet terug stoppen, want tegen elke curieus om vertellen. Ik zeg, rustig, is het boek dat gaan maken en wanneer komt hier naar jou? Ho, 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 we zijn nog niet aan de druk, bro. We zijn er al bezig in de week, en we hebben een nieuw pak teksten gegeven, maar dat is niet meer deze jaar. Ik weet het, en zeker de Jan er van achter. Ja, die zat ongeveer heel waar dat ik sta, een paar meter verder. De piloon stond van de telefoon. Ja, een grote. Heel groot, de piloon van, weet je, zeg maar 21, 25 meter hoog, hoger dan de dagen. En die begon, dat van de post, stond in de piloon, maar hij stil, omdat die lanen ook waren. En dan stond er de piloon, de koude met. En dan stonden de gestel op het dak van de Brusselpoort, die zeiden dat die lanen met elkaar verbonden waren. En ik kwam dan met mijn zuster,
eigenlijk. En dan was dat voor mij, dat was die stilte daar. Mannen hier, die roken. Met die roepen. Speciale redenen maken. Dat die kinderen laten zien van die mannen, die vrouwen. Ja, die vonden dat normaal. Maar dat was nog iets dat ik meemaakte. Als kind van 8, 9 jaar. Dat waren de schuilkinders. De vlietenkilder, een beetje mislukking, dat is wat, dat is iets anders. Dat was een schuilkilder, een publieke schuilkilder. Ik ben daarin geweest, niet voor te schuilen, maar als ik een eiker op de vrienden, hij kroop, dat was een trap, dat was permanent open. En daarin was er eigenlijk voor ons als kind niet veel te zien. Ja, was niks te zien, maar je gaat daarin, hè. Kinderen, ik heb daar ook vaak herinneringen aan. Dat was wel wat mensjes waar dat ik ook zitten, maar dat was alles. En op het Sint-Roemenskerkhof was hoekschuilplaatsen, maar dat waren gegraven in de grond. Dat waren toch 6, gelijk aan het front. Pak weg 2 meter, 3 meter diep. Rond die eruit kwam, met dat paar tonnetjes, hoofdplaten uit, die lag daarop. En je had dus zo'n soort aardedak, en daaronder zaten dan die tonnetjes. En trap ik eraf kwam in die kelder, daar hoe bankjes waren en wat afgewerkt waren, met weet ik niet meer. En het plezier voor ons kinderen was dat in krabben en kwam met een bienoot, een kruip van een doeien. Hè. Ik kon daar niks mee op, ik weet dat goed toen ik die meegenomen heb. Ik denk dat mijn zuster in de volbak gegooid heeft. Ik kan niet weten wat ze ermee gedaan heeft. En maar dat was. In feite zaten dat niet veilig tegen bommen, in ieder geval. Er was alleen schrappen els. En dat die bommen ergens ontplofte, schrappen els, en dat toch weer die stuk. Dat bom die heel duidelijk. Dat zijn de herinneringen. En dan daar waar het dorp is. Dat was een bakkerij van Jannes, later Maas. Maas is gewoon een nieuw turf. En dan hier heeft Jacques Den Haag gewoond. En later ook nog in de Jannesstraat. Ja, we gaan verder. En vroeger hadden de mosterdboer daar dan aan. Ja, goeie kouren. Ja, ik ga niet over die huizen vertellen. Hè. Dat is een andere historie, die opbouw van die huizen. Dat neem ik, ik weet het, maar ik heb het niet meegemaakt. Hè. Dat is allemaal vroeger gebouwd. Als daar een boom wil, dat de luchtdruk niet over heel de grond ging. Ja, in 2001. De mensen brachten er een matras mee. Ja, dat heb ik niet geweest. Verder als nachts te slapen. Klopt dat dat hij de mosterdboer woonde? Dat heeft in een van de 2 teeratje, in een van die huizen, maar ik weet niet meer uit het hoofd van welk, woonde de naast de mosterdboer. Die maakte een eigen mosterd. En die was zodanig straf, als je die op je kaas, op je motor smeerde, dat de tranen wat tranen uit je ogen. Ja, dat was beroemd, gelijk de nacht in die zo'n mosterd. Maar dat is ook maar gedaan, wie kup nog mosterd, maar een mosterdboer. Je verdient ook niks aan, hè. Om 2 keren per dag een potje mosterd te verkopen van 2 euro. Mosterd kupt er nou in het groot warenhuis. Erg dat het ook is, maar dat is zo. Of hier, in de schaduw. We zijn stilaan aan het einde, want ik ga niet heel de stad door natuurlijk. Dat is hier de Oogbrug. Hè. Dat stuk verlaten daar erheen. En op de hoek, en dat heeft Bart Stroopmans vorig jaar me opgewezen en op de groep. Tegertjes, dat is de zijkant. Je moet er straks eens gaan kijken, dat is een kreeft. Ik heb dat, ik had dat nog nooit gezien, maar toen we dat aandacht op vestigen, inderdaad, dat is een kreeft. En hier was Chemie 3 Mil. Ja. En dat was Verlinde.
En toen ik aan de stad kwam in 1957, was daar mijn moeder dochter, dat was een jonge vrouw in mijn ogen, een madame, laten we zeggen 30, 35 jaar, en die schreef voor de Le Matin. Want in de jaren 50 hadden alle kranten in Mechelen een vertegenwoordiger. Kun je dat niet indenken. Ik had zo'n lijst, maar La Dinereur, La Libre, Belgique, Le Soir, Le Matin hadden, en het waren geen journalisten, hè. Ze waren correspondenten. Ah, ja. Ook de Standaard, het Laatste Nieuws, Volksgazet, het Laatste Nieuws, gazet van Antwerpen, eigenlijk van Mechelen toen, die hadden hier vaste mensen. Ja, ja. Hey, maar je had dus een hele lijst, en dat madameke, wij noemden die Mie, oh, die heette niet Mie, maar ja, Mie Verlinde, die deed dus Le Matin. Je kunt niet denken dat toen die Franstalige zitten in Mechelen genoeg lezen hadden om de correspondent, men noemde dat een correspondent, te betalen. En ik heb daar avonturen met de Ernest Domsaliger, die was een hoge ambtenaar hoor, die deed de hobby met de Standaard. Het was 21 juli, groot militair feest. En hij stuurde, toen telefoneerden ze een paar uren vooraf in een tekst, telefoneren naar de redactie, waar ze dat opschreven. En Ernest Doms telefoneert, een groot militair feest met veel succes, afgesloten met een schitterend en kleurrijk vuurwerk. Er was geen vuurwerk geweest, want het regende. Dat stond wel in de gezet, dat kon toen gebeuren. Iedereen lachte is, werd niet kwalijk genomen. Nu zou dat een drama zijn van een stad. Maar dat gebeurt in de beste familie, zoiets. Dat is de Oudstraat, we gaan hier niet in, we gaan over de brug. En weet dat dit de viswinkel allemaal opstaat. Want wij noemen dat straatje de Vismarkt, maar dat is de Oudstraat. Omdat daar vroeger nog een huis stond. Dat was een straatje van twee stappen of minder, daar zouden ze naam Nauwstraat. Je moet er allemaal mee eens opzoeken. Welk huis dat dat was, want dat is een specialiteit. Maar we gaan hier nog de brug over en dan. Ja, we gaan op het einde van ons verhaal. Veel jaren. Vol jongen, wat zou ik even vertellen dat er niet moet zijn? Wat zou ik even vertellen als geen staat? Ja, kruis op de brug staan. Eén. Een balans. Och ja, die heeft een broer. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Zeg, beste mensen, ik stel je de vraag en niemand wie wist het toch. Waar stond hier die plek waar dat fietsmeen staat? Jaren geleden dat het niet meer is. Ja, ik hoor dat hier zeggen, maar dat is inderdaad een weegschaal. Een weegschaal. Ja, dan moest oh, dan dikwijls een balans. Ja, en moest je de vrang insteken en dan kwam dat heel kortje nog. Ja, ja, ja. Een balans. Ja, ja. Want iemand zei een kroosbeeld, inderdaad, ja, maar dat is van maar een tachtig. En daarom die inammekes en met gevonden in de Bonnissen, daar hebben in de 17e eeuw werd een van die namekjes, ik weet niet welk, gebruikt om een schandpaal te zetten. Ja. Want ik heb de veroordeling van een Mechelaar om op de Oogbrug aan de schandpaal gesteld te worden. Maar dat is lang voor mij een tijd. Ja, dat is lang voor mij een tijd. Zeg, we waren in een broer. Wie kent Morrispoor nog? Ja. Ah, ja. Ja, dat is nog niet zo lang weg, hè? Ja, ja. Ah, ja. Ja, ja. Die jonge generatie kent die. Ja, 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 Morrispoor. Je zat daar altijd in de dingen. Ja, zo, een jaar of 50. Ja, ja, ja. Ja, ook, ja, ja. Nee, dat was vroeger Morrispoor geloven. Ik ken Morrispoor alleen. Ja, ze hebben een mooi in een dat kleren gekocht. Dat konden goede kleren kopen. Maar na de rommend vele die van dat los kapot versleten. Oh, even dat wel eens al een goede koek, hè? Nou, maar het was verleden, met mijn kinderjaren, was hier op de hoek het café 100. Wat ik als kind niet wist, maar dat me later verteld is,
dat die dat een verdacht café was. Niet omdat dat een orenkot was, maar dat moet in de oorlog het lokaal geweest zijn van een collaboratijdende vereniging. Ik weet niet juist, ik denk het VNV. Maar gaat nog hier. De Groene Lantaarn was hier, hier, en dan in de Vrouwenstraat, die vlag. In Mechelen zeiden de vlag. Nee, met die vlag. Dus de Leemische Arbeidsgemeenschap. Dat was in de Vrouwenstraat, hier was hier, en dan de waren omdat dat moderne geschiedenis, of hedendaagse tijd, die collaborerende verenigingen, die lagen bij elkaar in concurrentie, in die straat. Ja. Sommigen waren, dat was pika-pika, ik in de politiek in het algemeen, en daarmee dat die ook verschillende lokalen hadden. Hè. Dan heb je daar, schuin voor mij, aan de linkse kant, wat nu Puro is. Dat was de administratie van de boksen. Ja. Maar dat was vroeger, maar dat is voor mij de daad. Maar ik heb dat thuis nog gekend, helemaal gewoon huis, voor het verbouwd is. In de jaren 40, wat ik heb nog weten staan. Dat was het woonhuis van dokter Lamborger. En Lamborger, dat was bekend, liberaal. En ik kan dan enkele over die man veel meer vertellen. Maar dat was een geneesheer. En mijn ouders hebben die gekend. Nu niet als liberaal tot daar toe, maar als geneesheer. En die reed al voor de Eerste Wereldoorlog met een kutsje. Of zo, een klein kutsje, een zeezeke, zo we weten, met een paardje voor. Dus een klanten te doen. En dan is het gebeurd. Mijn moeder, ik was verteld. En ook mijn tante Lies en mijn vader, dat was de talk of de town toen. Hadden van die stoute jongens, terwijl hij maar een patiënt was, de paard achterste voren geweest. Toen kwam meneer de dood buiten en hey, de paard achterste voren. Dat kon toen, hè? Dat kon toen, hè? Als je nu de auto van een burgemeester uit een band plat laten, dan goed samen dat je in de douche gedraaid werd. Toen lachte een heel makkelijk en lamborrelijk en meelachen. En in de winter reed je met een gesloten kotje. En dan is het gebeurd, laten we zeggen, gemeenteraadsverkiezing in oktober nog fris was, dat ze zijn kutsje tegen het buiten kwam helemaal blauw gemaakt hadden. Met blauw zullen, poepik, iedereen kent dat. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat komt door. Men noemde vroeger pappen en witte. Wie vroeger in de politiek was, pappen en witte, pappen en plakken en witte, met witkalken. Hier was de suikerbakkerij van de Groot. Ik weet niet, maar er is een grotere een van die zonen of kraanzonen, was lid van de kring, maar ik weet het hier nog niet. Die was ook al in de 80 jaar, ik ben groot van de meester. Nou, de Groot aan de we gaan tot op de Korenmarkt en dan is het alle vier en tijd dat zit te stoppen. Een zoekje aan de Korenmarkt die ook in mijn kinderjaren een belangrijke rol heeft gespeeld. Hier was, oudere generatie weet dat nog, tot circa... Dat ook nog? Vogelmarkt. Tot circa 1980. Elke zondagmorgen, markt van duiven, vogeltjes, klaar, van de klaar, gezeerde. En mijn vader, dat was een duivenliefhebber, geen vliegduiven, maar zeerduiven. Maar die kwam toch regelmatig eens naar de markt, dat kenden dat wel mensen, een babbetje doen en ik kwam mee en ik had een vogeltjes gekocht en zo. Ik had een vogelkot uitgehangen. En dan leerden we de teugels, de fondsteugels, de vader van de Frans, die had daar een zaadwinkel en die gele gevel, alleen die lichtkleurige gevel. En dan gingen we daar duiven eten of vogel eten kopen bij de fonds. En de fondsteugels, dat was ook zo. En dan hebben we Mechelaar, als die begon te vertellen, dan verkocht hij naar mij 250 gram vogelzaad en ik zomaar een uur binnen. Maar ja. Die vertelde dan weer van vroeger. Voor mij was dat dan 100 jaar geleden bijna. Hè. Want
Ik heb mijn grootvader nog gekend, die was van 1860. En die vertelde tegen mij over de kinderjaren. Dat was 87 jaar geworden, een lang helder nog geweest. Wel, dan kwam ik hier en dan kochten we wat duivel of wat vogel eten. En dan gingen we zo'n tapje drinken in een Antwerpje. Ja. Als je nog altijd. In een Antwerpje dan een hele oude café. Want die was al voordat ik geboren ben, dat weet ik niet omdat ik het gezien heb. Maar mijn vader, om iets bij te verdienen, de thuis af te betalen, die ging dienen. In de Antwerpen, ja. En mijn moeder heeft er ook een paar weken mee gewerkt, voordat ik geboren was. Laat ons zeggen, in 1934 was de Antwerpen, ja, een volkscafé. Mijn tante Marie woonde daar in nummer 4. Dat huis met die geven, nu dan een grijze geven. En op de hoek iedereen, zeker de dames, weten hoe bloed dat was. En een goldkromen voor de vrouwen. He. Van alle prularia. Kostuumjuwelen, als ze zeggen. Dat was een verliefde stad als zo'n winkel winkel. En dan had je twee grote ijzerwinkels. Hier had je Herzen. De Netzer. De Netzer. En daar van de Bosken, dat was Van den Berg. En dan daar op de hoek, het is nu dicht met je affiches, daar op de hoek, helemaal op de hoek, dat was Café de Lely, waar ik met mijn onkel Jeff me leren pinten drinken. Toen in de Lange Nieuwstraat tegen de Mielsenstraat aan en zondag morgens steeg met mijn onkel Jeff. Ik was 10 jaar en ik kon toen 2 pinten van 33 centiliter uit de ring. Zonder zand. Ik ben daar nog wel 4 op. En ik dank u allemaal. Ik had beloofd 2 uur maximum. Ik ben er aan kunnen aanhouden. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u nog een aangename thuiskeer terug, man. En je gaat onderweg naar 33 drinken. Je moet er zelf betalen. Dat is een goed idee. Dank u wel, Marcel. Misschien nog één kleine aanvulling, maar dan stop ik daar wel mee. Dus inderdaad, tijdens de oorlog, die collaborerende verenigingen, die deden niet als ruzie maken onderin. Totdat een Duits dat bui was en die zei in 1943 of 1944, nu is het gedaan, nu moeten fusioneren. Ja. En dan zijn ze onder dwang gefusioneerd, dat was het alleen op het VNV, met dan een aantal satellietverenigingsjes. En dan hebben ze inderdaad een grote feest gedaan. Een soort van academische zitting in, ik denk dat ze ook zo in een van die grote cinema's zijn. Ja. Dus, mijn geheugen was onderweg. Ja, het was inderdaad wel een gekibbel en een geruze. Ja. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Ja, dat was hun credo, hè. Ze waren op de deur wel bij. Dus we hebben heel veel geleerd van Martin. Ja. Het was dus plezant. Benadrukken waren. Persoonlijke herinneringen. Ik denk niet dat ik geschiedenis vertelde, want voor sommigen hebben een heel andere ervaring misschien meegemaakt dat mijn ervaring die ik heb als ik in die stad op was, dat stuk, dat herken ik nog. Ik kan ook vertellen over andere dingen, maar ik heb dat een heel veel. Dus de volgende wandeling, we doen er nog eentje met Mark Rubbe, ook door de stad. Ik denk dat daar ook een zaterdag was, ik denk 18 augustus, om 14:30 terug afspraak aan het opzienjaartje. Dus u bent allemaal terug welkom om dan nog eens naar mee rond te wandelen en uw stad beter anders te leren kennen. Ik dank u. Bravo.